Ik heb echt een gruwelijke hekel. Oh ja? Nee, hij zit hier. Hij zit hier, zit hij, de eerste. En hij begint hier ook al. Maar volgens mij heeft iedereen een hekel aan de kleinste rimpel die er is. Maar bij jou moet je wel een vergrootglas erop leggen om te kunnen zien. Zonder bril zie ik hem niet. Ik zet mijn bril op. Ik zal hem even... Ja, je allereerste twee rokerslijntjes. Ja, ze zitten er hoor. Ja, maar je hebt niet eens gerookt. Jawel. In het verleden. In het verleden, ja. Dat is lang geleden. Ja, ja, ik ben 8 jaar geleden gestopt. Ja. En nog steeds blij, maar heb ik ze omdat ik heb gerookt? Het heeft misschien iets geholpen, of in negatieve zin dan, iets bijgedragen aan je rokerslijntjes. Maar kijk, ik heb nu al 8 jaar niet gerookt. Ik denk dat er ook een stukje aanleg bij zit. Mama? Ja, mama, heeft je moeder van dat soort lijntjes? Heel erg, ja. En mijn oma ook. Ik kijk je heel streng aan. Ja. Dank je. Ja, dat horen we enorm vaak. Vrouwen, bepaalde middelbare leeftijd, zeggen ik heb nooit gerookt. Ik weet hoe mijn moeder haar bovenlip eruit ziet. Ik zie bij mezelf hetzelfde ontstaan. Ik wil dat we er wat aan gaan doen. Ja, want dat is mijn vraag. Ja. Ze zijn behandelbaar. Ja. Maar waarmee? Met een aantal verschillende strategieën eigenlijk, hè. Je kan bijvoorbeeld denken aan botox. Ja. Het is een kringspier. Ik wou net zeggen, maar dat is op zich al best wel pittig, botox in je lip. Nou, het is niet in je lip zelf. Het is net erboven. Ja. In het wit. Rond je mond loopt een kringspier, hè? Onder andere. En als je die iets verslapt... Klinkt sexy. Nou, zo sexy is het niet. Als je te veel verslapt, en daar zit het risico ook gelijk, en de beperking, als je te veel verslapt... Dan kun je geen woord meer uitbrengen en kun je ook niet meer eten of drinken. Ja. Dus daar moet je natuurlijk heel erg mee oppassen. Je moet heel weinig injecteren. En dat betekent dat je dus ook zo'n spier maar minimaal kunt verslappen. Ja. En dus ook het effect van een botoxbehandeling heel beperkt is. Kijk, als je een frons behandelt, dan kun je 100% plat leggen als je dat zou willen. Ja, maar dit kun je gewoon niet helemaal... Maar rond de mond kan je dat niet doen. Ja. Om de reden die ik net noemde. Dus botox is beperkt, maar... In combinatie met... Fillers. Bijvoorbeeld, kan het een verbetering geven? Het is niet onze eerste keus. Onze eerste keus is ook niet fillers. Het is laser. Dat is laser. En ik zal uitleggen waarom de fillers eigenlijk niet onze eerste keus zijn. Dat heeft ermee te maken dat... Het zijn vaak hele hardnekkige lijntjes. Hè? Het is, ja. Het is geen soepel lijntje waar je met een klein beetje filler het probleem oplost... Maar je moet relatief veel product gebruiken om echt zo'n lijntje goed uit te kunnen deuken. Omdat ze nogal weer barstig zijn. Nou, en de methodes verschillen ook. De een zegt namelijk dat je ze overdwars moet injecteren. En de ander zegt dat je een soort worstje erin moet leggen. Ja, ja. Ik ben een voorstander van een worstje erin. Maar dan wel heel weinig. Ja. Want als je te veel doet, en dat geldt voor beide methodes, het worstje of overdwars, dan krijg je een dikke bovenlip. Ja. En dat zie je aan de voorkant nog niet zo erg, maar als je... van de zijkant zou kijken, dan zou je al die filler zien zitten. Dus een filler op die plek moet je echt wel een beetje terughoudend mee zijn, vind ik. En daardoor krijg je dus ook niet het meest optimale resultaat. In jouw geval met zo'n heel klein beetje, zo'n beginnend lijntje, kun je best wat filler in doen. Maar daarmee pak je het ook nog steeds niet oorzakelijk aan. Ik ben nog steeds voor de laser. Ik haat dat ding, maar ik blijf... Het is een soort haatliefde. Ja, het is meer haatliefde, hè? Ja. Want ik weet dus stiekem al... dat als je je rokerslijntjes met laser laat behandelen... dat je wel even wat tijd moet uittrekken voor een snorretje. Een weekje. Toch? Een week, ja. En welke laser is het dan? Is het die 1540 of... 1540 en de 2940. Dus het gaat er helemaal af. En voor de 2940 hebben we een aantal verschillende lenzen. En in dit geval gebruiken we de allerdiepste lens... die speciaal voor dit soort lijntjes en voor diepe littekens gemaakt is. Dus... even plastisch, dan gaat die laser overheen en is je huid helemaal weg. En dan heb je dus een soort snorretje, want dat komt een korst op. Ja. En dan, is die dan weg? Nee, hij is minder. Oh, zie de teleurstelling. Ja. Dit soort lijntjes krijg je nooit 100% weg. En het feit dat je er aanleg voor hebt, betekent ook... dat ze weer terugkomen. Dat ze natuurlijk uiteindelijk in de toekomst wel weer terug zullen komen. Maar het is nog steeds, denk ik,
wel de allerbeste manier om het te laseren. En daarmee kun je het proces absoluut vertragen. En dan in combinatie met een beetje botox? Dat adviseren wij wel, een beetje botox van tevoren, minimaal 2 weken van tevoren. En de reden eigenlijk is dat daardoor je wat extra rust geeft aan het gebied en daardoor de genezing wat herstelt, wat makkelijker gaat. Vergelijk het een beetje met een arm in het gips. Ja. Die geneest veel makkelijker en beter. En hetzelfde geldt voor zo'n bovenlip, als je die spier iets verslapt. Hey, en stel nou, ik wil gewoon niet in jouw kliniek komen en ik heb ze toch smeren? Smeren met wat? Ja, met crèmes. Ja, maar heeft echt beperkt effect. Kijk, een dikker, steviger huid met meer collageen zal natuurlijk moeilijker worden voor het lichaam om daar een rimpel in te maken. Dat geldt voor overal in het gelaat. Maar uiteindelijk, als je hier aanleg voor hebt, zal het toch gebeuren. En dat ga je niet voorkomen. Je gaat het hooguit minimaal vertragen. Ja. En dan moet je denken aan een vitamine A-zuurcreme bijvoorbeeld. Wat kost botox in dit gebied? Voor €100. Wat kost de fillers? Hangt er een beetje vanaf welke we gebruiken. Gemiddeld. Nou kijk, het dilemma is, het liefst gebruik ik een Volift, maar die komt per 1 milliliter. Oh, dat is te veel. Dat is voor die lijntjes natuurlijk veel te veel. Maar kom vaak, ik gewoon met 6 vriendinnen? Kom jij met 6? Ja, dat kan. Fijn. Maar kijk, delen we één. Theoretisch kan dat. Als je dat op de juiste hygiënische manier doet, dan kan dat. Maar vaak mensen op middelbare leeftijd hebben een versterkte neus-lippenplooi. Dus dan kun je het restant daar wel weer in kwijt. Oh ja. Dus dan ben je voor ruim €500 ben je ook gelijk van je neus-lippenplooi en eventueel je marionettenlijn af. Oké, dan doen we de laser nog even. Wat kost dat? Rond de 800. 100, 500 of 800, maar dan ben je wel. Ik denk dat je 4-5 jaar daar plezier van hebt. En dan ben je bijna. En voor dat bedrag doen we dus het gebied rond de mond. Niet alleen de bovenlip kan ook, maar vaak zul je zien. Je bent natuurlijk nog heel jong in dat relatief gezien. Maar iemand die halverwege de 40 is. Daar is vaak de huid en de textuur ook op de kin wat minder optimaal. Dus dan neem je toch vaak, als je helemaal gaat laseren, is het ook een kleine moeite om het gebied mee te nemen. Dan lees je het hele gebied. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!